kist daar een moer langs de kant vissen met de vlieringen, met de zinklijn natuurlijk. En er zit ook zalm en zeevrel zwemt hier ook. Dus ik zou zeggen, tast toe. Deze punt hier, dit is echt zeevrelgebied met allemaal stenen onder water. Nou, zeevrel mag ik graag bij die stenen staan. Maar heel graag, dat hebben we ook nog niet geprobeerd. Kees Keuren, waren daar, kees heel lent uit. Maar ja, we kunnen niet alles doen. Het is verschrikkelijk wat we hier vangen. Ik ben er niet goed van. Die kat die zit weer in bel. Een kat. Ja, dat is wat het is. Heel groot. Ja, het is heel groot. Dat is wat het is. Ik ga wel laten zien of zo. Ik zie geen lijn. Nee, ik ken nou nog. Ik zie geen hengel. Oh, daar is die hengel. Het is in ieder geval. Het is heel groot. Ja, is het groot of? Wat is het? Wat is het? Wat het is? Wat is het? Dat is wat het is. Wat erg. Tik, kleine tikjes. Een pollak? Ik denk dat het daar. Ja. Ging naar de boer. Ik denk dat het weer pollak is. Oh. Omdat er ook zo voorzichtig aanbeeld, maar het kan ook wel een gul wezen. Maar die schudden wat meer met de kop, is het wel? Ja, die doet deze, doet dat niet. Nee, dan is ik denk dat dit gewoon weer een hele mooie, zware pollak is. Ik zal hier even een blikje werpen. Wow! Is er al kleur? Nou, kijk. Ja. Oh. Oh no. Wat doet hij? Ja, hij gaat dan zitten naar dieper, zit die shot. Oh, dit is niet best. Hou nog eens even op. Oh, ik weet niet wat het is, badje. Hoe heet ze deze tuimelaar? Nee, dat denk ik niet. Dolfijn? Ja, nou, ik weet niet of je het dolfijn vindt. Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar... Jibberdi, dat is old folks. Om een in het duikpak natuurlijk, hè? Hey. Nee, ik doe een kat heb ik hier. Nou, hij is er vanaf gezet. Oeh, wacht even, wat gebeurde hier? Hij draait om. Ik kan ook wel gul wezen. Hij draait om over de kop. Want ik voelde hem van de lijn, voelde ik. Tikken. Hij gaat weer run. Oh. Ja, we gaan weer wat naar dieper. Hier zit aan een spinhengel. Hij ook dus. Aan een vliegenhengel. Hans Wiesma met een spinhengel. Ja, Hans Wiesma. Is dit aan een spinhengel of is dit een vlieger? Ja, Hans Wiesma die vist nooit met een vliegenhengel. Met spinhengel. Met een digitaal fototoestel. Hoeveel meter heeft nog? Want ik krijg al aan mijn klauw. Hè? Ik heb. Hij zit nou niet zo diep meer. Kijk, het zwarte gedeelte zit nou op 1,7 meter zit hij nou. En dan moet hij zo meteen. Waar zit hij? Oh, kijk, daar gaat hij weer. Dan zit hij weer 10 meter ongeveer. Nee, ik hou daar maar wat in beeld. Ik ken die, dat water. Oh. Inderdaad, ja, daar kun je naar lopen te kijken, maar dat is ook niet eens. Nee. Huh? Oh, wat is het, jong? Wat is het? Ik heb onder de boot. Oh. Ik denk dat het toch weer een pollak is, hoor. Ja? Ja, komt hij aan. Het is ook wel een hele grote vis weer. Deze moet ook even op een fotobadje, want dit is een hele grote pollak. Oh, je best jongen. Oh, maar ze schiet hier. Is dat wat? Dit is dan niet te geloven. Waar is hij? Ja. Komt hij aan nog? Dat doet me niet. Hij vindt de boot niet leuk. Hij kan ook niet ver weg, maar dan kan de boot misschien kennen.
zit het nou zo. Oh ja, daar gaat hij. Volk. Hele, het vliegt ook heel diep, he, deze. Oh ja. Oh, wat een ding, joh. Ik ga over de kant nou, hoor. Oef. Het te vliegen, ademdiep. Hier, deze kuiman. Oh, dit is ook best een heel grote vis. Hoor. Een hele grote vis, joh. Een hele grote heen. We komen eraan, hoor, geduld. Hier zit een hele grote heen, joh. Nou, dat is wel een... Hé? Ja, aan een vlieg, hè? Aan een vlieg. Dat ding. Oh, hier aan de zijkant. Bij mijn hand. Ja. Dan moest je nou plezier doen en een foto even nemen. Nee. Hé, hey, alsjeblieft. Even daar met. Moet ik het hier toch vanaf pakken? Nee, maar niet zo mooi toch? Nou ja. Huh? Dan zet ik hem nou stil. Ja, zet hem eruit.